Goedemorgen, ik heet u van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Mama Dentaki. Het is vrijdag 14 mei 2021. Ik ben Clayton Hiwat. Met de voorzitter van Stichting Amaron Kompas, Leo Brunswijk, gaan wij vandaag praten over twee actuele kwesties die al enige tijd worden besproken op social media. En in het eerste deel gaan wij praten over de aanvraag van grote concessies in inheemse gebieden door Leo Brunswijk en ook gebieden van de Marons. En de tweede kwestie gaat over het uitgeven van duizenden hectares concessies aan Chinese ondernemers door minister Diana Pocky. Goedemorgen en welkom bij ons in Mama Dentaki, meneer Brunswijk. Goedemorgen. Kan ik mijn mondkapje misschien? Ja, we staan. Want we hebben een veilige afstand. Ja. Dus, dank u wel. U krijgt voor wel de toestemming. Ja, als wij zo kijken naar deze twee kwesties, meneer Brunswijk, wat is hiervan waar? Nou, ik moet zeggen dat ik. Je hebt twee kwesties aangehaald. Ja. En we moeten dan dieper op ingaan. Dan krijg je de ware toedrag wel te horen. Dus dit is aan zij actie mee. Om ons go moro dipi. Dan krijg je de ware toedrag wel. Oké. Voor zo'n gochi moro dipi tapu den to vraagstukken die zie. Wil ik u toch vragen. Wat voor soort stichting is stichting Amaron Kompas? Amaron Kompas is een stichting die dus er moet toezien. Dat de gronden, het bos van de inheemse en tribale volkeren, de Maron, ja, in de gaten gehouden worden. En wij moeten dus, wij zijn als een oog voor het binnenland die toeziet dat die gronden niet mogen uitgeven. Men mag het niet weggeven aan andere mensen en indien dat gebeurt, moeten wij dat tijdig melden zodat we in opstand kunnen komen. Ja, dus maar als ik u zo hoor, dus u geeft aan wat de doelstellingen zijn van die stichting, dan frons ik me voorhoofd, want if je taki dat als stichting moet zorgen dat de grond voor de inge brada, nanga de maron brada, nog geeft uit, dan mijn actie misrefi, zo mij hoor ons schrijf naar spotu, of zo mij hoor den schrijf naar spotu, want in de media wordt gezegd, dat u zelf grote stukken gronden heeft aangevraagd in die gebieden. Klopt het? Nou, het is een. Je laat me gewoon lachen, jongen. Allereerst, we een tijdje in Sranamang, dat deze Leo Brunswijk nimmer, nooit, nunca actie van concessie of van grond. Vanaf 2005 tot de dag van vandaag. Vanaf een combinatie in de regering is geweest. Nadien heb je, was het ABOP. Mee nooit nog actie van Pisgro. En if was maar de, zijn kan bewijzing dat Leo Brunswijk actie van Pisgro, dan ben ik bereid al mijn functies binnen de regering neer te leggen. Dus alle de orokosa mee doen, met saka allemaal. Ja, en if you kon hangen van bewijs dat Leo Brunswijk daadwerkelijk actie van concessie aan. Ja, je kan maar, vervalsing, dat is van jou, dat is, je bent vrij om dat te gaan doen, maar ik heb niemand nodig om mij te verdedigen. Mijn op noang abopper van hoe verdedig me. Mijn op noang niet abopper, niet sympathisanten om mij te verdedigen. Ik heb niemand nodig om dit te doen, omdat er is helemaal geen case. Ja. If one zal not de, dan in haar verdedig. Ja. Je gaat pas in de verdediging te ido one zal niet. Dus bij mij is het puur gebakken lucht. En dat maakt u hard vandaag voor. De STVS, dat you no actie no wang grong. Maar toch wil Luku en we lezen in wang tapwang nieuwsplatform, een okaraning, dat die idee wang tra stichting toe en a stichting dat kies grong voor de landbouw na tra sani. Fafator dat die?
Leeuw Brunswijk zit alleen in Stichting Amaron Kompas. En van Stichting Brunswijk? Daar, mino ab noa inspraak in Stichting Brunswijk. Mino ne kon voordrapen en mino ab niks te maken aan Stichting Brunswijk. Oké. Okay. Dus, in feite, de torsai takt op social media na los alarm. Kijk, de torsai takt op social media. Men weet precies waar men bezig is. Dat is mijn zoeken voor lei-aandacht af gewoon aan verkeerde pressie. Men weet dat Leo Brunswijk een motor voor ABOP, een man zijn zit als aan kom. Dus willen we ABOP breken, dan moeten we Leo Brunswijk breken. Ja. Dus dat nou als niet snap, de man is zoeken alle soorten voor Barocco Leo Brunswijk. Maar ik mag je wel verzekeren dat mij dag allemaal uit. Social media, waar dan ook je bent. Ik heb geen advocaat nodig. Ik heb geen advocaat van nodig. Ik sta alleen tegen jullie allemaal en ik win als drie. Ik clean. 100% met waka ina song, herde zonder een pet. Ik kan wiki met 10 euro man ting. Ik kan wiki met 4 euro man ting. Ik zeg het gewoon hetzelfde. Als tref zijn niet meer tegen je. Leo Brunswijk, no ab interesse in grong. Ja. Niet eens in concessie, niks. En er wordt ook gezegd dat u het aftreden van minister Pokki eist, omdat minister Nomaroko Mifi kies grong. Maar ik vraag grong aan. If you know vraag grong aan, dan ga je actie aan aftreden voor minister Evano Teken you grong. Dus bij deze, ik vind het heel erg jammer dat een minister in kwestie liep als aan die solange. De minister weet 100%. Dat Leo Brunswijk nooit nog actie aan corona ing. Waarom komt ze dan niet naar buiten om te zeggen van volk, u liep allemaal met rust, het berust niet op waarheid. Dus ik weet niet wat ze van plan is of zijn bedoeling. Maar als ik de minister was, dan zou ik wel naar buiten komen en mijn betak aan waarheid en mijn besoordes met dat nee. Deze meneer heeft nooit een stuk grond aangevraagd, misschien heeft hij aangevraagd, maar die stukken van hem zijn nooit bij mij op kantoor terechtgekomen. Ja, maar punt 2, de tweede kwestie over het uitgeven van duizenden hectares aan Chinese ondernemers. Deze kwestie berust wel op waarheid. Ik heb stukken gezien waarbij Jai Creek vanaf boven Suriname tot aan Tapanahoni rivier is uitgegeven aan Chinezen. Dus dit is dat gevel naar Chinezen. Ja. En ik heb wel de handtekening van minister Pokki gezien daaronder. Wel, later blijkt dat de vorige regering Sambende de man GA gebied weg. Maar zo voervoud bediend dit stuk dat de noma schrijft dit stuk in glis. Ja. En als de fout nog corrigeert, dan is het kisagrom. Dus de man in feite, ze hebben die ondernemers opgelicht. De man ligt die ondernemers op, na dit stuk sademiki. Want dit stuk niet klopt. Mijn tak de man tek moneer. Ja, ja. Maar de ligt de man op. Ja. Dit stuk niet klopt. Maar, samikasan komoro moeilijk, nadat de adviseurs, de juridische adviseur, de juristen zijn aan minister Abtap in kabinet. Zijn bij Oroko ook toen aan de vorige regering. Ja. De adviseur aan minister van, kijk, het zijn correctiebeschikkingen. Ja. Dus de Sandis bij Abib Chinfout, de BG Wekba, de Abib Chinfout. Dus je moest corrigeren ding. Ze zijn al gecorrigeerd, ik kan tekenen. Maar binnen de partij of binnen de coalitietop, de zal is nog bespreek. De zal dat nog bespreek. En het moment dat zoiets naar boven komt, als minister, ja. Het gaat om honderden hectare, duizenden hectare, dan moet er een belletje gaan rinkelen van hé. Hey, wij hebben propaganda gevoerd en wij hebben toen geëist als ABOP van als wij aan de macht komen, dan moeten al deze concessies, al die concessies hadden man gie
in boven Suriname tot aan Tapanahoni den concessies dat hij moest trekken in. En if ik is een mogelijkheid dat de mantekena sani hurry hurry en zo voor fout ding de sani, dan moet je het niet corrigeren, dan moet je het gelijk aanhouden en rapporteren aan de partij top. Ja. Van kijk, dit speelt. En dan word je verder geadviseerd. Ja. Dan was het makkelijker om ze in te trekken. Ja. Dan je trekt die in omdat die op fout. En het nu is niet alleen GBB, maar ook bij NH. Hetzelfde geval die zien aan een fout gaan naar NH. En de minister van NH die zei gewoon van nee, ik ga hier niet aan meewerken. Ja. Als wij zo kijken naar deze hele affaire, kunnen we zeggen dat u persoonlijk wordt aangevallen als ABAP-topper? Zeer zeker. En ik ben wel blij dat men mij probeert te corrigeren, op de rechte pad probeert te houden, ja. Omdat men iets in mij ziet. Wie weet word ik de toekomstige president en ziet men mij als de toekomstige president. En dan wil je niet dat zo iemand fouten moet maken. Ja. Dus voor Isabi, je hoort ook zo dusdanig naar Asma San Uesilek, een potentiële kandidaat, dat Asma nu maakt me fout. Daarom heeft de man een lieve kritiek op mij, dan denk ik van, hé, heb ik iets fout gedaan? Ja. Dus ik ben super blij met die kritieken. Het enige wat ik niet leuk vind, de man zei kosi. Maar als je lieve kritiek op Leo Brunswijk, dan heb ik wel stof om na te denken, om te kijken van, hé, doe ik iets fout? Moet ik niet beter die dingen gaan begeleiden? Ja. Dus ik ben super blij daarmee. Je bent super blij daarmee. Laten we de lijn ook openstellen, zodat u Saeluku Mantentaki kan belken naar studio. Stel Brada Brunswijk een vraag ook toe. Dan hij kiest aan feedback direct vanuit een samenleving. Maar meneer Brunswijk, lange heer kwestie die zie. We zien dat we een spanning komt tussen twee groepen in de Maron gemeenschap. Wat je hebt om een voice op social media, dan de Meitakia, de Oukaners, de Disco, de Saramakaners. Dus we gaan scheuren komt baga. Saabob Odu gomit een model die zie, want het is niet bevorderlijk voor nazivorming. Nou kijk, ik kies de voice. En bepaalde of de man zijn etak de voice. Er is een bellen, meneer Brunswijk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, van waar belt u? Uit Saramaka. Uit Saramaka. Heeft u een vraag voor de heer Leo Brunswijk? Ja, ik heb eigenlijk twee vragen voor hem. Ja. Ik wil hem vragen als hij echt de waarheid vertelt. En dat is één en twee? Want als men wat begint te vertellen, Gaat men het niet gewoon uit de lucht grijpen? Ja. Want als er rook ergens uitkomt, gaat men onderzoeken hoe het ontkomt, toch? Dus men gaat geen verhaaltjes gewoon maar verzinnen door de hele wereld dat het niet waar is. Ja. Dus de bevolking is niet stom. We zijn niet dom. Er gebeuren een heleboel leugens, er wordt een heleboel leugens verteld. Dus ik wil echt weten als het de waarheid is. Dus en ja, nu vertelt hij wat anders, hij wordt misschien de toekomstige president. Wat gaat er nu in het land gebeuren? Nee. Dat moeten we laten voor de verkiezingen van 2025. Maar dat zijn ja, die opmerkingen. Dat zijn mijn vragen. Oké, dank u wel. Ja, mevrouw. Ze belt vanuit Saramaka, ik heb haar naam, ik heb niet gevraagd hoe ze heet. Maar u moet er nog overtuigen dat u de waarheid spreekt, meneer Brunswijk. Yes, ik wil duidelijk aan u aangeven, mevrouw, dat deze Leo Brunswijk een heel andere Leo Brunswijk is dan wat je op social media ziet. Of hoort. Noem maar op. Leo Brunswijk heeft nimmer een stukje grond of concessie aangevraagd. Ik zeg dit met, ja, de brede kant van uw mond. Nou, de brede kant is nog niet eens genoeg. Mevrouw, ik wil u uitdagen, mevrouw. Ga bij GBB
Stuur iemand naar GBB. Laat ze GBB helemaal omspitten. Als jullie onderzoek willen instellen, ik ben wel zelf bereid jullie onderzoekteam te betalen om dat te onderzoeken. Komen jullie met een team, ik betaal ervoor. Dan mogen jullie gaan zoeken. Als jullie iets hebben gevonden, dan hoef ik niet alleen af te treden. Dan kan ik gewoon de bak in. Ja, er is toch een beller. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt ja, van waar belt u? Ik bel vanuit Para. Para. En uw naam is? Briele. Briele. Ja, ja. Meneer Briele, u heeft een vraag van de heer Brunswijk. Ja, ik heb geen vraag, ik heb een opmerking. Ja. Daar staat de eerlijkste man. De eerlijkste Brunswijk staat daar. Dus wat vrouw heeft gezegd daar. Klopt van geen meter. Deze man doet nog geen vlieg kwaad. En wanneer deze man iets zegt, dan doet hij het ook. En het is de waarheid. Toch? Dat, want kijk, we hebben een app gekregen, toch? Dan ga ik overschakelen van persoonlijke brillen naar ex-woord voor de Jungle Commando. Ja. Wij hebben een app gehad. Dat is zo discriminerend. Zo raciaal. Dat u heeft net gesproken over natievorming. Wel, zij zijn bezig om nu de natie te misvormen. Het woord Suriname betekent Suri in het Arawaks, land van ons allen. Ama betekent Amazone. Dat wil zeggen dat we een natie moeten proberen te vormen. Maar als je die app hoort van wat de Saramakanes hebben gezegd, kan je niet praten over Suriname. Oké. Okay. Want het is zo raciaal dat wij van de Jungle Commando, we staan op ons achterste poten nu. Wij willen gewoon vrede hebben, rust hebben in de dingen. Als je iets fout hebt gedaan, toch? Dat corrigeren we gewoon. We corrigeren, we praten erover, is het klaar. Maar nu komen die mensen met raciale dingen. En we zijn er klaar voor, hoor. Wij zijn er klaar voor. Nee, we gaan werken om de vrede te behouden, meneer Van Para. Maar wij bedanken u voor uw opmerking. Dank je wel. Ja, meneer Brunswijk, u kreeg ook de ondersteuning. Maar dat stuk van nazivorming, Bart, zorgen. De mensen van Brokopondo en boven Suriname die voice sturen, het zijn geen aboppers. Ik ken een aantal van deze mensen die worden aangezet om de groei die de twee bevolkingsgroepen naar me toe hebben gemaakt, kapot te maken. Mm-hmm. Ik ken een heleboel van die heren. Het gaat maar om een kleine groep. Nou, een petit groep. Sang e perberi futja abreukon. Omdat men denkt van, als de Saramakanes en de Aucanes zo doorgaan, dan gaan ze dit land wel overnemen. Dus we moeten hier een stokje voor steken. Ja. Dus maar de man is ook bezig. Een voice van mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Wel, ik kan je wel duidelijk aangeven. Voordat ik ingaan daarop, er is nog een beller. Goedemorgen. 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 Ja, van waar belt u? Ja. Meneer Brunswijk, goedemorgen vanuit goedemorgen, Toekomst. Goedemorgen. Vanuit waar? Toekomst. Ja, oké. Okay, u kunt die vraag stellen. Ja, goedemorgen meneer Brunswijk. Ja, kunt u dat volume van uw tv wat minder luid zetten? Jawel. Mijn vraag is, en laat me even zeggen dat het een eerlijke man is die daar staat. Ik heb hem persoonlijk gekend en ik zie hem jaren weer op de televisie. Meneer Brunswijk, ik wil u alleen maar zeggen big up. En ik vraag waar ik u kan ontmoeten. Ja. Dank u wel voor uw ondersteuning. Ik ben iedere donderdag bij ABOP Centrum Latour ontmoeten. Ik ben elk donderdag van 10 tot 6 uur ben ik daar. Ja, meneer Brunswijk. Dus de man probeert voetjaar als scheiding tussen de Aucanis, Manang en Samakasma en een hele kwestie die ze. Dat is één. Maar ook toe, one voice voor mevrouw Jennifer van Dijk Silos.
loan to social media. En er zijn een paar zaken daar aangegeven. Sang june agrinang alleen pistoor dat die. Dora, migado. mevrouw Van Dijk Silos, die kent mij en die had me ooit gezegd, toen abede minister, na baka a heer jugujuguf minanging, dat over de geboefte marons en dat ik corrupt was en zo. Na 7 maanden, akarmi kon in kantoren, toen was ze nog minister en toen zei ze, meneer Leo Brunswijk, ik wist niet dat u zo'n eerlijke man was. Maar dingen wat we naar elkaar toe hebben gezegd, zijn niet mals. Ik zeg, ja minister, ik heb je flink uitgescholden. Ja. Dat ga ik niet tegenspreken. Ja. En dat ontken ik niet. Maar jij bent een van de eerlijkste man. Kom bij me stikting, want ik werk alleen maar met boeven hier. Die mensen rondom me heen zijn boeven. Dat had Dora aan mij gezegd. Toen was ze minister van Justitie. Toen was ze nog minister van Justitie en ik was bij, of ben nog steeds bij STKM. Ja. Dus het verbaast me dat dezezelfde Dora, die na de ontslag als minister met mij gebeld heeft, en ik heb daar ondersteund, en dat ze dus informatie heeft als advocaat, jurist, en ze weet niet, nog steeds niet, het principe van hoor en wederhoor. Ja. Dus ik laat het niet hierbij. Dora Moussaptak moet jaringo voor het gerecht. Ze moet mijn naam zuiveren, want ze heeft mijn naam genoemd. Ja. Zonder enig bewijs dat ik grote concessie heb aangevraagd en dat de minister mij niet wil helpen met mijn concessies. Dus dat Dora Elie is niet nu. En dus Icharengwa. Ze krijgt vandaag nog een brief van mij. Ik heb daarin gisteravond gehoord. Is dit in Mikisa Voice voor Dora? En Tide of Tamara Manting. Ik kies een brief van mij afkati. Dan laat ik dat maar aan mijn advocaat over. En dan gaat Dora of vechting uit. En we eisen een publieke correctie voor Dora. Ja, er is toch een beller. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, met wie heb ik de eer? U spreekt dat Munja uit Wanica. Ja, mevrouw Wanica, u heeft een vraag voor de heer Brunswijk. Mevrouw Wanica. Ik wil toch wat vragen aan meneer Brunswijk. Ja. Hoe staat het, ik weet niet als ik de juiste informatie heb. Hij is daar, hij kan me misschien de juiste informatie geven. Hoe staat het met de geruchten omtrent dat VAP dan ROGB wil overnemen en dat hij de verantwoordelijke is die daarvoor gezorgd heeft? Klopt het of klopt niet? En punt 2, u zegt zo van, u bent bereid alles neer te leggen als blijkt dat u inderdaad een stukje grond of lappen grond heeft aangevraagd. En mocht het zijn dat het inderdaad zo is, maar dat u onder de tafel wat geld heeft betaald, zegt van, hey, zwijgen jullie, kan dat? Ik beschuldig niemand, het zijn alleen maar vragen die ik aan u stel. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben zeer ingenomen met je vragen, met die vragen van jou hoor. Ja. Ik sta hier nog steeds mevrouw en ik zeg het nogmaals. Kom met je eigen onderzoeksteam. Vanaf 2000, je hoeft niet 2020 te nemen, neem 2005. Vanaf 2005. Als je ziet dat Leo Brunswijk ergens een concessie heeft aangevraagd, dan treed ik af. 100%. Ja. En dat van de VAP, nou dat zijn mijn partners, maar ik kan tegen dat ik vind de VHP'ers assembleeleden hondsbrutaal. Ze weten niet wat partnerschap is. De man nog sabgo om naar de partner, want als je op respect die je partner, dan ga je niet met zo'n brief naar de president. Ze zijn niet betrokken bij de formatie van de regering. Ik ben daarbij geweest en wij hebben duidelijke afspraken gemaakt. Als het gaat om ministeries. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee. If VAP want tik GBB,
Maar dan moeten ze wel OW inleveren. Voor wat, hoor wat. Dus dat is de eis van ABOP? Het is helemaal niet bespreekbaar. Maar stel dat ze dat zouden willen doen, dan moeten ze OW inleveren. Ja, maar als je vraagstuk die ze nu tjouwen, splitsen in de regering, meneer Brunswijk? Helemaal niet, omdat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt. En als jij niet weet wat afgesproken is, dan moet je dat gaan vragen aan jou, voorzitter. Ja. Dan zou ik eerst met mijn voorzitter praten voordat we de brief zijn gaan schrijven. Ja. Dus, Oedo, we schrijven een briefje zomaar. We pot een voorzitter voor nu, go in problemen. Ja. Want hij moet zich committeren aan de gemaakte afspraken. Ja, we gaan afronden. Wat ruis de, wat jugu de. Voor wat chara san is contact rustige vaarwateren, meneer Brunswijk. Want a kondre a biggie uitdagingen. Wat economische crisis de. Sane kondiri. Osomu bouw. Dan desma ekraste en de gaat koers o lusu. Stroom, preiso, gualok, tuwatro, gualok, dus rokodef do. En if we tang luku tapa pistor disi, dan unu los ding, moro bigi, vraagstukken op. Vanaf die de gomi tenek arrest mukon, sawo do fuchar arrest kon, en overtuig a gemeenschap taki, regering Santoki, Brunswijk, ABOP top, VAP top, nog de bezig na vromu even go am grondtori. Nou kijk, a eerste pisi, nu aanleg je uit dat de in verkiezing, dan je beloof zo mensen niet, je tak om een fayo tjara konre, ja. Maar te idoro in a osok bafu a volk, dan je she no pay you a start. If money de fi start, if money no de fi start. Wat we nu krijgen, zijn de naweeën van de NDP-regering. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat de man die akondre weg, wamun fos de man juro doro. Omdat er helemaal niks meer was. No wamuni no de moro. Als het de NDP-regering was die door zou gaan, dan miwere 100% dat niks in op man bij moro. Want niemand, geen enkele van die bankinstellingen, wouden nog met de NDP doorwerken. De mannen bij Kismoni noan zee moren. Maar, je moet wel weten, dat een moment zijn akondre sakagwe, dan gaat het wel een tijdje duren voordat je weer op peil komt. Je komt niet gelijk op peil, dus men is druk bezig te kijken naar mogelijkheden van hoe kan redden akondre disi. Men had het toen over diaspora kapitaal, maar als dat niet zo makkelijk. Er moet allerlei regels gemaakt worden voor de moment dat je money contact te vragen met de ondersteuning naar terroristen toe. Zijn de regels zo verscherpt dat iemand doet dat niet meer makkelijk naar een bank. Dus de wetten kon zo heen dat de mij look alasani no van even waar kom je geld pay of in money pay amandis fin money fa awakananga organisatie die zie. Dus de regering is constant bezig te kijken naar mogelijkheden voor los akondre pour in apaima sau abi. En het is niet makkelijk voor draaien akondre zonder money. Het is kijk, als je een land hebt met een lege kas, dan kan je die kas nog wel vullen, maar met een bodemloze kast dat im sukuf tapa olo eers met een bodem giasani fos money om aan begin kombaka. En dat na de sansa regering e worstel na ding, maar 24 mei dan regering Santoki Brunswijk ook kon een persconferentie pedemau gimoro uitleg over a situatie dat je kies wat moro boombeeld voor akondre, maar dit allemaal wordt allemaal in elkaar gezet om de coalitie een slechte naam te bezorgen. En het verbaast me dat oppositie de druk bezig naar een samenleving voor tja splitsing komt, want sommigen de voice samenheren, het zijn NDP'ers van het binnenland die mij eieren in steen de man zijn etakie. Dus daar heb ik geen boodschap aan. Wat wij proberen te doen, we dan focus op FSC, doe de boemer ook akondre.
Zorg dat, zolang ons maar het doen ons aan verkeerd, al is het een aanbopper, om ons trek aan de bel. En Leo Brunswijk zit daar, ik ga niet stilzitten. If Asani moest om hem trek aan de bel, we trek aan de bel. En dat stukje van Pocky, mevrouw Pocky, kan ik je wel met zekerheid zeggen van, wij hadden een hele goede samenwerking met mevrouw Pocky. Alleen door juiste informatie aan Anogi over Jai Kreek, dan krijg je wel de stem van Amaron Kompas te horen. Want Uno en Lucas aan dat die. En het is voor ons heilig. Dus vanaf hier, met een actieregering van Toki Brunswijk, dat met de Oroko moro snel naar een grondrechte vraagstuk voor het binnenland. En overal waar de concessies zijn uitgegeven in het binnenland, waar de in Heemsde en Maron wonen, trekken jullie die zaken zo snel als mogelijk in. Ronden jullie die grondrechte vraagstuk af, zodat Desma kan libinang op ching zekerheid. Jullie hebben het beloofd als regering dat jullie het zouden doen. Dus wij als Amaron Kompas kijken naar jullie uit. Hoe snel jullie dat zullen oppakken en oplossen. Ja, dankjewel meneer Brunswijk.